een korte uitleg over hoe je video's aan elkaar kunt plakken in een Chromebook, met een Chromebook. En we gaan daarvoor gebruik maken van Linux. Maar eerst en vooral, het is iets nieuw, dus ik zal het even tonen. Als je op de klok klikt, dan heb je hier de optie schermopname. Het was er voorheen niet. Je zorgt ervoor dat die hier op camera staat. Nu, aangezien dat ik aan het opnemen ben, ga ik dat eventjes niet doen. En je zorgt er ook voor dat bij je instellingen je microfoon aanstaan. Anders gaat de code die hier gegenereerd wordt niet werken. Ja. En dan uiteindelijk klik je op je scherm. Nu ga ik wel een print screen maken, maar dat maakt nog niet zoveel uit. Dus als je hier op camera doet, gaat hij beginnen filmen. En om je filmpje te beëindigen, ga je hier onderaan op de stopknop klikken. Dus dat is het eerste. Zo kun je schermopnames maken. Die worden opgeslaan in .webm formaat. En nu willen we dat kunnen plakken. Daarvoor moeten we eerst een Linuxbox op onze computer installeren. Dat doe je door op klokje te klikken en op instellingen. En dan, als je hier helemaal naar beneden scrolt, heb je ontwikkelaars, noemt dat nu. Vroeger heette dat Linux Beta. Hier staat nog altijd Linux Beta, hè. Dus je klikt dat open en je schakelt dit in. Hier heb ik een schijfgrootte van 8 GB, maar de 5 GB die er hier standaard in zou staan, die kunt je zo laten staan. Of je kunt zelfs nog iets minder kiezen als je enkel maar dit programma gaat gebruiken. Dus bij mij is die al ingesteld. Hier gaat er een knop inschakelen staan of zoiets. En dan gaat die daar eventjes over doen om dat te genereren. Wat ga je krijgen? Je gaat een app krijgen die hier tussen de andere apps in gaat staan. En ik zal hem even zoeken waar dat die hier staat. Ja, sorry, hier. Bij Linux apps. Ja, ik heb er wel een hoopje. Hè, maar dus hier, deze knop, terminal, dat is het belangrijkste stuk. En die kun je eventueel vastzetten op je plank. Bij mij staat die hier al op de plank. Hè. Maar dus via dat pinnetje kun je die vastzetten op de plank. En dan kun je die direct starten. En je ziet dat hier eigenlijk een virtuele machine wordt opgestart. Dus even geduld. Zo. Ik zal ondertussen al dit venster opzij schuiven, zodat we kunnen kijken. Zo, we zijn hier klaar. We krijgen een commandolijst. Dit ziet er heel beangstigend uit, maar we zijn er eigenlijk bijna. Hier dus open een terminal en copy-paste de volgende commando in de terminal. Dus kopieer de code. Ik heb dit hier gekopieerd. En wat dat doet is eerst en vooral apt is een lijst ophalen van alle mogelijke programma's dat je kunt installeren. Sudo wil zeggen dat je dat zeker wil, omdat je als root dat doet. Dat die ook het programma ffmpeg moet installeren. Dus hij gaat eerst kijken, de lijst aanvullen. Staat ffmpeg ertussen, dan gaat hij die installeren. Nu, bij mij gaat die al geïnstalleerd zijn. Bij jullie gaat die een veel langere lijst tonen dan dit hier. Maar vanaf dit punt staan we op hetzelfde niveau. We hebben alle twee ffmpeg dus klaar. Nu nog eens voordat we hier aan dit stuk gaan beginnen, aan het rechterdeel, is dat we, als we op de blauwe map klikken om de bestanden te zien, en je hebt dus nu Linux geïnstalleerd, dat er hier een map Linux bestanden gaat staan. En bij mij staat er hier veel meer dan bij u. Momenteel is dat leeg. Je kunt hier evengoed een eigen map aanmaken. Dus rechtsklik, nieuwe map, daar. Of via de puntjes aan de rechterkant. Ik heb hier al een map video's. En ik ga gewoon een nieuwe map maken met de naam van dit onderwerp. Namelijk Debian op Chromebook. Als je je afvraagt wat Debian is. Debian is een distributie van Linux. Linux heeft heel veel distributies. En Debian is een van de meest toegankelijke. En meest stabiele ook. Goed, dus we hebben hier onze map. Eerst en vooral kunnen we daar al onze bestanden in downloaden. Dus ik ga even hier naar boven. Ik heb hier de outro MKV. Die ga ik opslaan en in die map zetten. Outro.mkv moet dat gewoon zijn. Dus ik zal al direct ook de naam aanpassen. En dan hier
introductie Debian, hetzelfde, excuseer. Ik zal al direct de naam aanpassen naar intro. Oei, ik heb de mp4 gedownload, ik heb de mkv nodig. Zo. Dus maar gewoon intro noemen. En dan een aantal opnames doen. Dus zoals ik daarnet al heb getoond, die staan bij je video's. En meestal heet dat zoiets als screen recording en dan de hele naam. Ik ga er nu even doen alsof dat dit mijn twee bestanden zijn die ik wil doen. Dus ik heb het in twee stukken opgenomen, zo gezegd. En dan ga ik dus die kopiëren en plakken. Oké. Plakken. Goed. We wachten even totdat die aan het plakken is. Ja, daar zijn ze. En dus deze ga ik ook van naam veranderen. Dus die de eerste moet komen, noem je gewoon nummer 1. En die er na moet komen, nummer 2. Enzovoort. Mocht je nog meer hebben, we kunnen er zoveel doen of dat we willen. Oké. Dus we zijn klaar om die aan elkaar te plakken. Ah, ik zie al waarom dat zo lang duurde. Deze is 26 megabyte groot. Dus die gaat heel lang duren. Misschien dat ik die nu even voor dit filmpje niet gebruik. En gewoon deze hier, die veel korter is, een tweede keer plak en ook nummer 1 geef. Anders gaan we te lang hierover doen. Oké, dus zo. Voilà. Ik heb in een map op Debian, in mijn map bij Linux bestanden, heb ik een mapje video's gemaakt en daarin heb ik nog eens een map gemaakt waar dat alle filmbestanden in zitten die we nodig hebben. Nu, in de terminal, hoe kun je eigenlijk op dezelfde manier naartoe gaan, maar je moet dat eerst natuurlijk doorhebben hoe dat werkt. Dus er zijn drie commando's die je nodig hebt, die staan ook op de website. Ls geeft u een lijst van de bestanden. En als je gaat kijken hier, Linux bestanden, deze lijst van bestanden komt en mappen komt overeen. De blauwe gekleurde zijn mappen. Om nu van map te wijzigen, moet je de afkorting cd gebruiken, change directory, cd. En dan type je, of begin je te typen, de naam van de map waar je naartoe wil. Ik wil hier naar video's. Dus ik begin met vi en ik druk op de tabtoets en hij gaat vanzelf aanvullen video's. Ik kijk hier naar de lijst van de mappen. Ik heb hier één map, Debian op Chromebook, staan. Als ik kijk in deze map video's, dan heb ik inderdaad Debian op Chromebook. En dan heb ik een hele hoop andere bestanden staan, waar ik daarnet nog mee zit te prutsen heb. Dus, opnieuw, ik wil naar die map, cd Debian. Ik begin te typen en ik druk op tab en hij vult zelf aan. Ja. Mocht je vergist hebben, dan kun je cd puntje puntje drukken en dan keer je terug één trapje terug. Hè. Maar dus, we gaan nu naar de Debian, want dat was wel juist. Zo, voilà. En daar staan mijn bestanden. Hier ga ik mijn code uitvoeren. Hè. En dat ga je ook zien. Ik zal het ook al in dit venster openzetten. Er gaan hier extra bestanden bij verschijnen. Oké, nu terug naar hier. Dus, we hebben de informatie tak. We hebben heel dit stuk gedaan. We hebben eigenlijk dit stuk ook al gedaan. We hebben maar twee webim bestanden hier. En dus het eerste wat je nu doet is deze code kopiëren. Je gaat naar je terminal. Rechts klikken. Dus met twee vingers tegelijkertijd klikken. Hè. En dan enter. En hij gaat nu die twee bestanden omzetten van WebM formaat naar MKV formaat. Dat is gewoon gemakkelijker om ze dan daarna aan elkaar te plakken. En dat is wat dat we hier doen met deze code. Dus het is heel simpel. Je moet al het werk niet doen. Je moet gewoon copy-pasten. Zo. En enter drukken. En hij gaat hier nu een volledig filmpje van maken. Als ik ondertussen kijk naar mijn map, dan ga je zien dat er hier een MKV gemaakt is voor 1 en ook een 1 WebM en ook een MKV voor 2 WebM.
En hij is hier nu die output aan het schrijven. We gaan eens kijken of hij al klaar is. Nee. Nu, afhankelijk van hoe lang je filmpje is, kan dit proces wel wat duren. Maar bij mij is die hier nu al klaar. En je zult dat ook zien aan de layout van output. Vanaf dat er hier een logootje verschijnt bij output, mag je ervan uitgaan dat je ernaar kunt kijken. En dan kun je hierop dubbelklikken. En dan start die gewoon op. En kun je die dus uploaden in, naar YouTube toe. Dus zo werkt het. Voilà, ik hoop dat jullie er iets aan hadden. Veel plezier ermee.